clubje. De jongste mensen zo'n beetje in Katwijk, die op de woensdagmiddag hier sinds 20 jaar zich gezellig vermaken, balletjes stoten, gruwelijk moeten lachen. Soms dan maken ze ballen. Frans hier, onze oudste, 95, jawel. Die heeft van die hele aparte gestoten, kunststoten zou ik het willen doen. Peter, Marco, wij willen jullie toch op deze manier bedanken voor al die tijd. Altijd klaar, altijd leuk, altijd vrolijk. Nou ja, altijd, maar toch meestal. Wij hebben gedacht om toch iets voor jullie te moeten doen. We hebben ons daarvoor uitgesloofd. We hebben een ophaalactie in touw gezet. Crowdfunding noemen ze dat tegenwoordig, geloof ik. Dat zit hierin. Ik heb mijn best gedaan op de voorkant. Als dat dus mooi genoeg is, kun je die dus laten uitvergroten. Kun je de hele wand daarmee beplakken en dan kun je nog eens aan ons terugdenken. Hier wil ik het bij laten en ga je dus over. Oh, en een bloemetje krijg je ook nog. Ja, dat hoort er allemaal bij. Voor de mensen die hier voor het eerst zijn, ze heten de Tontertjes. Het is de biljartclub van de woensdagmiddag. En ja, zoals de naam al zegt, je moet minimaal gedotterd zijn, wilde bij naar club kunnen leugen. Dus als je denkt, dat is leuk om te gaan biljarten, ja, moet er even wachten tot je in het ziekenhuis geweest bent. Maar dat is dus de dottertjes hier vanmiddag op het afscheidsfeestje bij Van Kempen. Die van cadeautjes bent, dat wil ik zeker. En verlopen, helemaal goed. Maar zeker van collectors. Dus ik hoop dat jij hier iets mee kunt doen. Heel veel plezier mee. En samen. Ik heb vandaag nog geen gehad. Ja, als ik in die ogen kijk, dan schiet van mij de zon gelief. Dan breekt mij niks meer uit mijn dom. Dan is het leven toch zo schoon. Het leven toch zo schoon.